Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het vertrouwen in de politiek en het kabinet is historisch laag. En ik zal zo spreken over een aantal factoren die wat ons betreft kunnen helpen om het vertrouwen te herstellen. Maar ik wil om te beginnen mijn grote zorg uitspreken. Want we staan voor ongekende crisis die opgelost moeten worden. En het is van het allergrootste belang dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun regering de waarheid spreekt. Dat hun regering de problemen waar we voor staan zo goed mogelijk zal proberen op te lossen. En omdat dat vertrouwen zo laag is, en we kunnen allemaal aanwijzen waar dat door gebeurd is, beginnen we niet goed. Helaas. Voorzitter, maar dan heb ik begrepen van de nieuwe coalitie dat er verandering komt. En dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren. We hebben begrepen dat de nieuwe coalitie graag complimenten wil van de oppositie als ze dingen doen waar de oppositie het eigenlijk mee eens is. Dus daar wil ik ook gewoon mee beginnen. Ik vind het bijvoorbeeld heel goed dat de helft van de nieuwe bewindspersonen vrouw is. Ik vind het heel goed dat voor het eerst een biculturele minister is benoemd in dit kabinet. Ik vind het heel goed dat de basisbeurs terugkomt. Dat er eindelijk een begin lijkt te worden gemaakt met serieus klimaatbeleid. Met de erkenning van stikstof als groot probleem. Dat er een aantal wissels worden omgezet. Laat ik het maar even samenvatten. En het grootste compliment wilde ik maken aan de nieuwe minister van OCW, die helaas niet in Varkaar kan zitten vanwege de coronamaatregelen. Maar de heer Dijkgraaf, die zich heel bescheiden toonde toen hij door de pers werd gevraagd van wat ga je allemaal doen en hoe ga je alles oplossen. En toen zei hij, nou ja, ik kan alleen maar tegenvallen. Daar hou ik van als mensen dat zeggen. Maar vooral zei hij, ik ga me bescheiden opstellen, want je moet vooral weten wat je niet weet als je op zo'n nieuw ministerie binnenkomt. Toen dacht ik, ja, dat is mooi. Een mooie, bescheiden houding. En ik dacht ook, er is misschien ook nog wel een volgend stapje nodig. Kijkend naar de geschiedenis van 20 jaar kabinetten onder leiding van VVD of CDA. En dat is dat je misschien wel moet willen weten wat je eigenlijk niet wil weten. Bijvoorbeeld dat de mens niet als een alleenheerser boven de natuur staat, maar onderdeel is van de natuur. En volledig afhankelijk van hoe wij omgaan met onze ecosystemen. Als we dat niet goed doen, zijn we zelf ook de sjaak. De coronacrisis is daar maar één voorbeeld van. We moeten misschien ook wel willen weten dat oneindige economische groei op een planeet die niet mee zal groeien, dat dat een illusie is. En dat we dringend ons economische systeem zullen moeten herzien, omdat we vastlopen met onze neus tegen de muur. Je moet misschien ook willen weten welke denkfouten je maakt. Dat als je de grote jongens aan de bovenkant van de samenleving maar volop faciliteert, dat de rest van de samenleving daar vanzelf van gaat profiteren. We hebben toch gezien dat dat keer op keer is gelogenstraft. Je moet misschien je ook realiseren, en dat compliment wil ik dan met terugwerkende kracht aan de heer Dijkhoff maken, die niet meer namens de VVD in de Tweede Kamer zit, maar die wel iets moois heeft gezegd. Namelijk, als liberale partij hebben we natuurlijk altijd een voorkeur gehad voor liberale instrumenten. En dat kan ik me voorstellen, dat je eerst liberale manieren kiest. Maar als de uitkomst is dat die niet liberaal is, dat je de vrijheden en de perspectieven van toekomstige generaties of de gezondheid van mensen nu in gevaar brengt door die liberale instrumenten, dan moet je misschien iets anders kiezen. Voorzitter, die dingen had ik gehoopt van het nieuwe coalitieakkoord. Een reflectie op wat hebben we nou al geprobeerd om deze problemen op te lossen. Technologie, investeringen, convenanten, vrijblijvendheid, afspraakjes maken met de bedrijven. Wat is het resultaat geweest? Ongeveer een Mount Everest aan problemen, waar 25 miljard nodig is om de stikstofcrisis op te lossen en 35 miljard voor de klimaatproblemen. Misschien moeten we andere manieren kiezen. En dat, voorzitter, is het grote probleem met het regeerakkoord. Er is heel veel geld, maar geen fundamentele omslag in hoe we de problemen gaan oplossen.
geen reflectie ook. En met name bij stikstof ben ik daar wel echt verbaasd over. Echt verbaasd over dat deze coalitie, een doorstart van de vorige coalitie, die nota bene een stikstofoplossing had gepresenteerd, dan nu moet zeggen er is meer nodig. Maar waar is dan de reflectie van wat er verkeerd is gegaan? Mevrouw Hermans van de VVD-fractie zei een aantal mooie dingen in haar bijdrage. Dus ik hoop dat de VVD-fractie ook echt gaat luisteren en open staat voor nieuwe ideeën. Maar ik denk ook dat het nodig is, omdat ik best snap dat mensen in het land, boeren, die van VVD en CDA eigenlijk altijd te horen hebben gekregen dat er geen problemen zijn, dat die nu denken, 25 miljard voor stikstof, wat is dat eigenlijk? Valt toch wel mee? We hebben altijd de problemen ontkend. En nu moet het toch opgelost. En de plicht die op het kabinet rust, is dat als je er 25 miljard voor moet uittrekken, wat niet nodig was geweest als je op tijd had geluisterd, als je 20 jaar geleden was begonnen, als boeren de tijd hadden gehad om om te schakelen naar die duurzame landbouw. Maar goed, dat is allemaal niet gebeurd. Maar als je dan nu die 25 miljard moet uitgeven, dan moet je het wel echt oplossen. En dat betekent dat de analyses die er al lang liggen, al lang lagen, 15 jaar geleden, compleet doorgerekend, als je kijkt naar alle problemen in de landbouw, alle doelen die gehaald moeten worden, natuur, klimaat, hoe gaan we onze bevolking voeden, dan moet het aantal dieren met minstens 70% krimpen. Als je die keuze niet durft te maken, dan is 25 miljard een hele hoop geld voor het niet oplossen van het probleem. De rekening doorschuiven naar de volgende generatie, en dan moeten zij ook nog steeds het probleem oplossen. En datzelfde geldt uiteraard voor klimaat. Het is mooi dat er nu ambitie wordt getoond, maar het is geen 1992 meer. Er moeten nu systeemkeuzes worden gemaakt. De grote vervuilers zullen zelf voor hun vervuiling moeten gaan betalen. En het kabinet lijkt precies het tegenovergestelde te doen. Op kosten van de belastingbetaler. Dus de volgende generatie heeft die 35 miljard terug te betalen. En de klimaatcrisis is nog steeds gierend uit de hand aan het lopen. Kijk, dat werkt natuurlijk niet. Voorzitter, wij missen ook, en dat is door de coronacrisis extra pijnlijk geworden, een daadwerkelijke aanpak van het kabinet om de gezondheid van mensen gewoon op één te zetten. Het is altijd gezegd, de volksgezondheid staat op één. Het is alleen eigenlijk nooit waar. Mensen in landbouwgebieden wonen vlak naast akkers waar heel veel gif op gaat. En de volksgezondheid, de gezondheid van die mensen, komt gewoon in gevaar. Waarom mogen die bedrijven de gezondheid van omwonenden in gevaar brengen? Mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij hebben aanmerkelijk meer kans op een longontsteking. Er wordt niet ingegrepen. De Coca-Cola's en de McDonald's van deze wereld mogen de leefomgeving van mensen zo inrichten dat je eigenlijk per definitie wordt gestuurd op ongezond voedsel. Zij mogen daar lachend miljarden aan verdienen en het kabinet laat die bedrijven gewoon hun gang gaan. Het is vervreemdend om een discussie over de zorgkosten te zien zonder deze ingrepen. Dus mijn vraag aan de minister-president is, wat gaat er eigenlijk precies veranderen? Hij zegt steeds, ik snap dat mensen geen vertrouwen hebben. Ik snap dat mensen zeggen, nou laat het eerst maar eens zien. Wat gaan we zien? Volgens mij beginnen we vandaag. En dan gaat het natuurlijk nadrukkelijk ook over het grote risico op een volgende pandemie. Je kan niet een regeerakkoord presenteren met alleen maar pandemische paraatheid. Ja, wat gaat dat zijn? Dat we nu wel mondkapjes hebben en IC-bedden? Goed idee. Maar zullen we proberen om niet nog een keer deze ellende over ons af te roepen? Alsjeblieft zeg. We zitten in de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. Virologen trekken zich de haren uit het hoofd omdat ze niet begrijpen dat het kabinet niet ingrijpt. Er ligt nota bene een advies van de commissie Beekendam. Dus ik vraag aan de minister-president, heeft de nieuwe minister van VWS de volle bevoegdheid om vandaag al dit soort besluiten te nemen? Dat we niet alleen maar, als er een nieuwe pandemie is uitgebroken, zoals we bij corona zien, zelfs bereid zijn, wat het kabinet doet, om te treden op het gebied van de burgerrechten, maar dat je ook zegt, juist zegt, om de volksgezondheid te beschermen, kunnen niet commerciële belangen de boventoon voeren. Dat zou een mooi begin zijn van het herstel van vertrouwen.
Ik wil ook opmerken, voorzitter, dat waar het bij de volksgezondheid eigenlijk nooit echt waar is geweest, dat dat ook geldt voor de mensen in Groningen. Die hebben altijd te horen gekregen, de veiligheid van Groningen staat voorop. Als het niet waar is, zei de Partij voor de Dieren destijds al, dan moet je dat ook niet zeggen. Want dat is nog schadelijker voor die mensen die toch al in de penarie zitten. En helaas hebben we afgelopen week moeten zien dat die veiligheid van de Groningers inderdaad dus niet voorop staat. Want de contracten met Duitsland zijn belangrijker. Die hadden al lang afgebroken kunnen worden. En het zou de minister-president en het kabinet sieren om daar ook op te reflecteren. Als je de hele tijd dingen tegen de bevolking zegt die niet waar zijn, dat dat ondermijnend is voor het vertrouwen. Voorzitter, we hopen dat de veranderingen die ons worden voorgehouden daadwerkelijk worden ingezet. Maar we zien er te weinig van. En we wijzen met al die experts naar wie al die tijd niet geluisterd is. Ik noem Johan Vollebroek, die toch heeft geweten hoe het met die stikstofcrisis in elkaar zat. Die waarschuwt nu alweer voor een parlementaire enquête voor verspeelde stikstofmiljarden. Die fout kan het kabinet niet maken. We wijzen er met de Algemene Rekenkamer en de Raad van State op dat die besteding van die fondsen wel echt goed moeten zijn. Niet alleen omdat de Kamer die fondsen moet kunnen controleren, maar ook omdat er een morele verplichting geldt om volgende generaties niet met deze miljarden en de klimaat- en de stikstofcrisis op te zadelen. Als je het uitgeeft, moet je het oplossen. Daar heeft de Partij voor de Dieren een aantal ideeën voor. De fundamentele keuzes liggen in laat de vervuiler echt betalen. Geef de minister van Klimaat en Energie ook een vetorecht in de ministerraad. Is dat geregeld, vraag ik me af. Kijk, de minister van Financiën mag van oudsher altijd zeggen, nee, dit gaat niet door, deze plannen zijn te duur, we kunnen het niet betalen. De minister van Klimaat zou moeten kunnen zeggen, deze plannen gaan ten koste van onze klimaatambities, dus jammer de pammer, het gaat niet door. Hoe liggen die verhoudingen in het nieuwe kabinet? En dat geldt wat ons betreft ook voor de minister van Volksgezondheid, die natuurlijk niet mag worden overroeld door de belangen op LNV. Dat soort keuzes, voorzitter. Als de minister-president het meent, het vertrouwen komt terug, want jullie gaan verandering zien, dan is de Partij voor de Dieren zeer benieuwd en we zouden zeggen, begin vandaag.